Dat is de dag na het opstappen van commissaris Van de Koning, Jacques Tichelaar, vanwege het bevoordelen van een familielid. Over de crisis wordt in Drenthe veel gesproken. Over de reden van het vertrek wordt genuanceerd gedacht. Hij had er goed aan gedaan om op te stappen. Laat ons dat zeggen. Hij had de eer aan zichzelf gehouden. Hij heeft de kazerne, hij heeft de Veenhuizen gered. Dus ik vind dat wel een pluspunt. En ieder mens die daar zit, die heeft ook wel eens wat gedaan wat niet moest, dacht ik. Maar ja, hij had het wel anders aanpakken moeten. Ik denk dat het logisch is dat hij vertrekt. Maar dit kon niet? Nee, dit kan niet. Nee, integriteit is gewoon het hoogste goed. Het hoogste niveau. Ik vind gewoon niet dat je mensen die zoveel gedaan hebben, en misschien was het niet handig wat hij deed, maar die stuur je niet weg. Het zou mij misschien ook wel kunnen gebeuren. En dan denk ik, wie ben ik om te oordelen? Hij heeft zich niet netjes gedragen. En dus moet je weg zijn? Ja. Dat doe je niet. Dat weet je toch, dat je dat niet moet doen. Levensgevaarlijk. Ik ben ervan overtuigd dat er geen verkiezing geweest was. Dan was dit ook met een sisser afgelopen. Ja, commissaris Van de Koning, Jacques Tichelaar, heeft veel gedaan voor Drenthe. Zoals het behoud van banen in de provincie. Ode aan de Rode Regent. Samen! Jacques Tichelaar wordt op 9 mei 2009 geïnstalleerd als commissaris van de Koningin. Een nieuw begin voor mij. Klaar met Den Haag. Klaar voor Drenthe. Zo gezond als een mens maar kan zijn. Optimaal gemotiveerd en tot de tanden gewapend. Met mijn karakter, mijn eigenschappen, kennis, ervaring en netwerk. Tichelaar zet zich vooral in voor het behoud van werkgelegenheid in Drenthe. Zo strijdt hij voor het openhouden van het belastingkantoor in Emmen en komt er op initiatief van Tichelaar een taskforce om alternatieven te zoeken voor Philips Lighting in Emmen. Het was een moeilijk, maar open gesprek. En er staat hier één ding heel centraal en dat zijn jullie. En daar gaan we alles en alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen en dat te behouden wat er is. In het najaar van 2015 weet Tichelaar in no time 2000 extra opvangplaatsen voor asielzoekers te regelen. Drenthe is als eerste klaar met dat huiswerk uit Den Haag. Ik kan wel zeggen dat ik trots ben op die gemeente. En die hebben die plaatsen beschikbaar gesteld. En we hebben voldaan aan wat er gevraagd is. En dat is heel, heel erg veel. Die opvangplaatsen dreigt hij weer in te trekken als voor de zoveelste keer de sluiting van gevangenissen in Drenthe op de Haagse agenda staat. We hebben afspraken over vluchtelingen. We hebben afspraken over vluchtelingenplaatsen in woningen. We hebben afspraken over de windmolens. Nou, als zij zo lichtvaardig met afspraken omgaan als het gaat om de gevangenis, dan zullen wij dat ook doen. Zijn karakter waarmee hij goede dingen heeft bereikt voor Drenthe is nu zijn ondergang geworden. Ja, dan nog even terug naar gisteren hoor. Want de vraag die blijft hangen is, heeft de partijtop van de PvdA toch druk uitgeoefend op de opgestapte commissaris Van de Koning, Jacques Tichelaar, of de Drentse PvdA-fractie in de Staten? Nou, Serge Vinkenvleugel, vanmorgen werd duidelijk dat er inderdaad contact is geweest, hè? Ja, dat zei minister Jeroen Dijsselbloem, die was te horen op BNR Nieuwsradio. Die zei, de partijtop heeft gebeld. We hebben in de partij strenge integriteitsregels. Geen opdrachten toespelen aan familieleden. Maar we hebben geen druk uitgeoefend. Het is aan de Staten van Drenthe om een keuze te maken. Maar de opvatting van de partijtop is in dat gesprek wel vermeld. Nou, als je dat meldt, dan is dat toch een beetje wel druk? Of ja, het is maar net hoe je dat wilt zien, maar zo kun je dat misschien ook wel opvatten. Het gaat natuurlijk vooral in context, hoe zijn dingen gezegd? Natuurlijk heb ik dat willen vragen vandaag aan partijvoorzitter Hans Spekman. Die heb ik gebeld. Van hoe heb je dat nou gezegd en wat is er nou exact gezegd? Nou ja, zodra Spekman de telefoon opneemt en hoort Serge Vinkenvleugel RTV Drenthe, is het geen tijd, druk, campagneverkiezingen. En verwijst hij naar zijn voorlichter. Nou, die ook aan de telefoon gehad. Die zegt, er is meerdere malen gebeld met Tichelaar. Alleen met Tichelaar, niet met de fractie. Er is ook vlak voor het debat door Spekman nog gebeld met Tichelaar. Maar wat nou de inhoud van dat gesprek was, dat krijg ik gewoon niet te weten. Verzocht Spekman, kom van mijn camera, weigert hij. Ja. Je hebt ook gesproken met van oorsprong noordelijke bestuurders en collega van Tichelaar, Johan Remkes. Waarom? Nou, Remkes is nu commissaris in Noord-Holland en moest daar schoon schip maken nadat zijn voorganger en de gedeputeerde tussen 2003 en 2011 aan vriendjespolitiek, corruptie, valsheid en geschriften en witwassen deden.
hele andere zaken van een veel grotere orde ja, dan je schoonzus naar voren schuiven voor een decoratieklusje in een provinciaal pand. Maar de basis is hetzelfde, is integriteit. Ik heb Remkes gebeld en die zei, ja, ik snap waarom je me belt, maar ik ga niks over Jacques Tichelaar zeggen in de reactiesfeer. Hij is een collega van me, maar Remkes zei wel, je kunt die regels over integriteit, en die deugen best wel in de Provinciale Staat en GS in Drenthe, die kun je groot en breed maken en die kun je veranderen. Maar het gaat om één ding, het gaat om de bestuurder die erachter zit, het gaat om de mens, zit die integriteit in dat hoofd? Nou ja, dat is ook een beetje hetzelfde wat Willemien Meeuwis, de fractievoorzitter, gisteren aan Tichelaar vroeg in het debat. Hoe zit het met uw morele antenne? Hoe nu verder dan op het provinciehuis? Nou, uiteindelijk komt er een keer een nieuwe commissaris der Koning. Ondertussen is Henk Brink de eerste vervanger van Tichelaar. Brink is op vakantie, komt maandag terug. En dinsdag gaat het college van GS vergaderen. En dan nemen ze een besluit of ze laten Brink de vervanger zijn. Dan moeten ze onderling de portefeuilles herverdelen. Daar vinden de Drentse Staten dan ook weer wat van. En als ze dat niet willen, dan moeten ze een tijdelijk vervanger voor Tichelaar gaan zoeken. Oké. Serge Vinkvleugel, dankjewel. En dan gaan we even naar die toekomst. Want wat voor commissaris willen we dan in Drenthe? Anders Ophof, die vroeg het in Assen. Ik denk dat het weinig uitmaakt. Die mensen die op het plus zitten, die doen toch niet al te veel. Het is meer wat er omheen loopt en wat achter de schermen werkt. En wie er nou daar echt op de topjes zit, ik denk dat dat niet zo heel belangrijk is. Op het ogenblik met de politieke verhouding. Dan zeg je van ja, vroeger zou je zeggen Partij van de Arbeid weer, maar nu kun je van alles verwachten. In Den Haag vallen er straks weer genoeg. Dus dan moeten die maar hier naartoe. We kunnen voor de Wilders een keer in hebben. Dan, als commissaris? Ja, dan krijg je hier tenminste een keer de rellen en opstaan. Maar die hebben we nu al. Ja. Dus ja. Geen voorkeur voor Drenthe of zo, weet ik veel? Ah, ja. Nee, laat dat maar aan die politiek over. Die ben kababeler als wij, hè. Ja, reacties op straat waren dat. Dan nog even naar de stelling van vandaag op onze website. Daar stond namelijk, ik vind het belangrijk dat de nieuwe commissaris van de Koning een Drent is. Nou, 65% vindt van wel en 35% vindt dat helemaal niet belangrijk.